jij of ik? In deze nieuwe serie legt Daan Huisman zijn medespelers Enzo Cornelissen en Millian Manhoef verschillende vragen voor. Beste Vitessenaren, vandaag nemen we een item op jij of ik, samen met Enzo Cornelissen en Millian Manhoef en Daan Huisman. Laten we gelijk beginnen. Wie is het grappigst? Kiel. Dankjewel. Dankjewel, vind ik lief van je. Millian is wel een beetje de grappenmaker van ons drie. Ja? Ze zijn niet altijd goed, met maar... Ja? Hoe bedoel je? Ja, doe maar niet alsof het niet zo is. Ja, okay. Ik vind van wel, jongens. Wie heeft de beste muzieksmaak en zing er een stukje van? Ja. Ja. Ja, maar ik wil niet zingen, jongens. Ja. Dus jij bent het? Nee, ik denk Millian. Want ik ga gewoon mee met de tijd. Ik blijf altijd een beetje hangen. Wat luister jij dan? Ja, van alles wat. Ik heb niet echt één muziek, vooral rap. Maar Millian, altijd wat hij laat horen, dat is wel kwaliteit. Wat laat ik horen dan? Ik laat helemaal niks horen, jongens. Ik dan ook luister Japanse muziek, dat is niet van mij. Japans? Hoe gaat dat dan? Dragon Ball C, hè? Japans. Ja, daar gaan we. Ja, zing even. Zing even? Ja. Nee, dat gaan we. Nee, ik kan het niet, hè. Ik kijk het alleen, jongens. Sorry. Moet ik het zingen? Ja. Ik kom nu echt gewoon niet op. Wie heeft de meeste bijgeloven? Ja, dat is heel duidelijk. Ik wou het hier toch even op hebben. Want Millian, je hebt echt heel veel bijgeloven. Ja, wat heb je allemaal voor een wedstrijd? Wat doe je allemaal voor een wedstrijd? Vertel het eens even. Pak gerust pen en papier erbij. Ja. Ja, ja. Ik begin altijd met mijn muziek. Zoals ik zeg, broederliefde. En een Japanse tekenserie die ik even van tevoren kijk. Daar begin ik altijd mee, voordat ik de bus uit ga. En ja, dan wordt het veld veel hoger. Ook als laatste de bus uit. Ja, meestal ook als laatste de bus uit. Ja, dat ook. Maar toen ik had gescoord, toen ging ik niet de laatste bus uit. Oh. Buiten ging ik expres zorgen dat ik niet de laatste bus uit ging. Ja, dat zei je. Echt waar. Ja. Maar ja. Gaat door. Jongens, ik speel niet zoveel. Dus ik weet dan maar niet meer wat ik eigenlijk doe. Oh ja, triple pass wanneer ik naar buiten ga. Ik doe water 4 hier hoog, 4 aan die kant. Hoog houden naar de kleedkamer. Hoog houden naar de kleedkamer. Kijk, ze weten het gewoon beter dan ik. Ja, ze zijn al zo lang samen. Wie eet er het meest? Wat? Ja? Eet je veel? Ik eet heel veel. Ja, ik ook, man. Ja. Ik sta er thuis ook wel onbekend dat ik een lintworm heb. Oh. Ja. Dat is, laat me zeggen, dat als je net hebt gegeten, dat je na een half uurtje alweer honger hebt. Daar heb ik ook last van. Ja. En vooral de koekjes bij mij thuis zijn heel snel op. Dus ik denk ik. Maar je eet vooral slecht of gewoon op het algemeen? Gewoon goed. Je zegt net koekjes eet, wat zeg je helemaal? Oké. Mil. Daar zijn we het dan niet mee eens. Mil, jij eet ook wel veel, maar jij eet ook wel ook goede dingen. Maar Daan eet ook wel veel, hoor. Hij laat niet over voor de rest van het team, joh, als we gaan eten hier al. Daan is, laat me zeggen, die persoon dat als er 3 kippetjes zijn en wij komen met z'n drieën, dat Daan zegt, ja, doe mij maar 2. Wow. Wauw. Wie scoort het meest? Maar ook in de jeugd, hè? Ook in de jeugd. Niet alleen het eerste. Ik? Ja. Maar jij wil zo maar hij is, jij bent toch Midden-achter, ja. Dus dat is wel logisch. Ja. Maar als je nou de vraag doet, en ik stond rechts buiten. Wie scoort de mooiste goals? Wie scoort de mooiste goals? Ja. Oké. Okay. Maak je nou gewoon je eigen vraag? Ja. Nee, maar dat kan niet allemaal. Oké. Okay. Dat kan allemaal. Ja. Wie heeft er het beste gepresteerd in de gespeelde wedstrijden? En zo altijd pat. Stabiel gelijk, hij staat er. En daar kan ik nog wel wat van leren, denk ik. Ja. Is niet erg. Iedereen zijn eigen ding, weet je. Die stijgende lijn komt vanzelf. Wie is de levensgenieter? De levensgenieter? Ja. Denk ik. Ja. Ik geniet denk ik wel meer van het... Nguyen leeft echt heel erg voor de sport. Echt extreem. Ik leef ook wel voor de sport, maar minder extreem.
Mijn neus is wel een geval apart, maar daar ben ik wel. Nee, maar ik ben er wel wat trots op dat ik dat kan. En dankjewel, jongens. Vind ik echt lief. Veel respect. Ik vind het echt lief. Ja. Dankjewel. Wie heeft het mooiste rugnummer en zijn jullie tevreden over jullie rugnummer? Ah, jongens, volgens mij heeft Millions rugnummer meer een betekenis en mijn niet echt. Laat hem eens even zien. Vandaar dat ik Millions rugnummer kies. Hey, mijn is zo mooi, ik zet hem zelfs op mijn arm, jongens. Hey. Dus Millions heeft zijn rugnummer op zijn arm getatoeëerd. Dus. Ga je ook voor altijd 42 houden? Nee, dat niet. Maar het is gewoon mijn debuutnummer, dus voor mij is het het mooiste nummer die er is. Echt een waarde. Maar zit er ook nog een betekenis achter of niet? Of achter 4-2? Nee. Oh, nee. Nou. Die heb ik gewoon gekregen. Dan gaat mijn argument. Ja, voor de rest van zijn leven. Ja, nee. Het heeft nu een betekenis, toch? Mijn eerste nummer die ik heb gekregen. Daarom heb ik hem erop gezet. Wie kan er wat slecht tegen zijn verlies? Ik denk Million. Ja? Ik denk in voetbal heb jij het ook wel heel erg. Alleen gewoon daarbuiten kan ik het nog steeds niet. En jij zou nog wel zeggen, nou ja, oké. En ze is meer in zichzelf. Ja. Ja. Echt in zichzelf. En Million laat het wel zien. We zijn het wel vaak eens, hè? Ja. Wie ligt het best in de markt bij de vrouwen? Jongens. Nou. En ik zal jullie vertellen waarom. Hey, ja ja. Million heeft een vriendin. Een hele leuke vriendin. Maar daardoor is die wel bezet en niet in de markt aanwezig. Ik daarentegen wel. Dus dames, pak je kans. Hij is single. Ja, dan Enzo Cornelissen. Ja. Wie kan er beter dansen? Ja, kijk. Ik kan ook niet dansen. Maar ik ben wel donker. Donkere mensen kunnen een klein beetje bewegen. En blanke mensen kunnen ook bewegen. Maar Enzo niet. Dat is het. Nee. Ja, dus dat ben ik. Dansen is niet voor mij. Ik heb nog één vraag. En dat is een open vraag. Wat is jullie favoriete positie om te spelen? Voor mij vrij duidelijk. Gewoon de rol waar ik nu in speel. De bazoerrol. Die liggen mij het beste. En stel nou dat ze met 4 verdedigers gaan spelen. Zou je dan in het middenveld of zou je dan achterin nog steeds willen staan? Dat maakt me niet uit. Ik kan alle twee. Oké. Duidelijk. En jij, Mil? Eerlijk antwoord. Ja. Ik denk mijn favoriete rol is... Dus je favoriete, niet je beste? Mijn favoriete rol is denk ik... Ja, niet licht de druk op. Rechts buiten. Zodat ik lekker veel kan dribbelen. En mijn beste is denk ik linkshalf. Ja. Maar je staat linksback. Nee. Ik sta LVV. We spelen met 3 verdedigers. Ja. En dan 5 middenvelders. Dus geen linksback. Dames en heren thuis. Dit was het item. Voor ons, ja, het was eigenlijk super leuk om te maken. En hopelijk zien we jullie snel weer terug in het Gelderdoom.